Hey, wat tof dat je weer luistert naar de podcast Facilitair. Van harte welkom, mijn naam is Gerard Tevelde van Eager People. En met de podcast Facilitair willen we jou graag inspireren met mooie verhalen uit het Facilitaire werkveld. In deze aflevering kun je luisteren naar een interview met Naïm Schaier van Stay OK. Stay OK is een keten van hostels in Nederland... En Naim is manager facilitaire zaken bij STOK okay in Utrecht, op de Neude. Nou, STOK okay, vestiging Neude uh, is een van de beste filialen van STOK. Okay. Volgens mij zijn ze zelfs nummer 1. En ja, daar draagt Naim zijn steentje aan bij. Nou, ze hebben daar een heel mooi uh, systeem. Ze werken op basis van flat management. Dat betekent dat uh, ze onderling heel veel rollen afwisselen. Ik vond het een heel uh, interessante manier van werken. Um, ja, we hebben het in het gesprek ook over andere onderwerpen. Misschien wat minder leuk, zoals uh, discriminatie. Hoe je daarmee om moet gaan als uh, medewerker. Maar ook uh, krijgen we tips over hoe je de beste mensen aan kunt nemen. Hoe je kunt schoonmaken zonder water. En uh, ja, je hoort ook wat meer over Naïm en zijn ambities voor de toekomst. Een uh, interessant gesprek vond ik met Naïm Schaier van St.Ok okay in Utrecht. Als je meer wil weten, uh, ga even naar stok.nl. Wil je meer weten over deze podcast, ga even naar eagerpeople.nl/slash podcast. Je kunt daar ook uh, contact met ons opnemen om mensen aan te dragen voor deze podcast. Podcast. Ik vind het altijd leuk om uh, geïnspireerd te raken, ook door jullie, door jou. Dus heb je een idee, een tip van iemand die we kunnen gaan interviewen? Stuur het naar ons in podcast.eagrepeople.nl En nu, zonder verdere uitleg en toelichting, heel veel luisterplezier met deze aflevering met Naïm Schaier van Stay okay Utrecht. Naïm Schier, ja. welkom bij de podcast Facilitair. Dank je wel. Tof dat ik bij jou uh, te gast mag zijn hier bij het STOK okay op De Neude in Utrecht. Leuk. Ik zou zeggen, uh, stel jezelf uh, lekker voor en uh, dan komen we meer te weten over jou en over STOK okay en wat je hier doet op uh, facilitair gebied. Ik zou zeggen, uh, ja, steek van wal. Yes. Hi, um, ja. ik ben uh, Naïm Schier, ik ben 31 jaar oud. Ik woon acht jaar of acht en een half jaar in Nederland. Aha. Ik kom uit Tunesië. Aha. Ja, sinds uh, december 2016 werk ik bij STUK Utrecht Centrum als uh, facilitaire uh, manager facilitaire zaken. Ja, ik heb uh, leisure management gestudeerd bij uh, in Holland. Ik heb mijn diploma gehaald. Ja, ik woon op Pummerend. En jij gaat elke dag dan op en neer naar uh, Utrecht. Ja. Hoe is dat? Ja, leuk eigenlijk, want. Uh, nu heb je gewoon internet, dus je kan gewoon allerlei dingen volgen. Ik ben sowieso gek op sport. Ja. Dus uh, het is geen straf. Het is gewoon leuk om andere mensen ook te zien en te trainen. En gewoon, iedere dag is anders. Dus uh, ik vind het gewoon leuk om, om te rijden. Ja, en je reistijd is denk ik ruim een uur of ja, dus zoiets? Ja, dus een uur. Ja. Ja. Ja, ja. tijd om podcasts te luisteren natuurlijk. Ja, zeker. En jij, jij kende de podcast ook al, zei je. Of jij was uh, al bekend ermee? Ja, en, uh, ik, ben, uh, ik ben een groot fan van uh, NBA en NFL. Uh, dus Amerika is best wel groot. En uh, podcast in Amerika is ook heel bekend. Ja, en cool. um, het is een soort analyse, maar ook gewoon... Ja, zo, zo, ik, ik hou van het, allerlei gesprekken en mensen die het niet met elkaar eens. Dus dat vind ik gewoon super interessant. En, ja. de, daarom vind ik gewoon podcast echt ja, interessant cool. om naar te luisteren. Heb je een bepaalde app uh, die je gebruikt voor podcast? Ja, uh, ik gebruik uh, Bleacher Report, heet die. Uh, het is een soort uh, all-in, dat betekent uh, alle Twitters, uh, Last Minute, Instagram, uh, Facebook, die worden gewoon gepost en mensen gewoon mogen uh, een soort een, een comment geven. En, ja, het is eigenlijk gewoon, het is niet echt mainstream, maar het is ook mm -hmm. dubbelzijdig. Oké. Okay. Het is ook like up-to-date, ja. Yeah. 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 Ja, kan je nog iets meer vertellen over je levensvaal? Want je zegt net van ik woon nu acht jaar in Nederland, of ruim acht jaar. Ja. Je spreekt vloeiend Nederlands. Ja. Welke talen spreek je nog meer? Um, ik spreek uh, Frans. Ja. Uh, Arabisch. Ja. Uh, Nederlands. Um, is even, ik, die sportpodcast, NBA, NFL. Dus NBA dus basketball. NFL ja. is basketbal. Uh, NFL is. American football. Ja. Speel je ook een van die sporten? Of heb je zelf een sport die je graag uh, doet? Um, ik deed vroeger uh, basketbal. Aha. Uh, Wat was je? Point ik was, guard of? Uh, nee, ik was uh, wing. Oké. Okay. Maar ik hou, ik, ik was een hele goede verdediger, of tenminste, dat dacht ik. <laughs> uh, ja, toen ik 19 werd, gewoon, uh, uh, ja, kreeg ik ineens gewoon een last aan mijn rug. Mm. Uh, en toen moest ik stoppen. Ik heb toen mijn studie afgemaakt van uh, sport en education. Maar ja, die passie die had ik niet meer. Dus mm. oké, okay, ik kwam naar Nederland. Ik dacht oké, okay, wat wil ik? Ik heb allerlei online tests uh, gedaan. Toen dacht ik van oké, okay, ik vind het gewoon leisure management en de hotelwereld gewoon iets die bij me past. Mm -hmm. Dus dat ging ik doen. En uh, ja, ik vond het gewoon super leuk. En uh, ja, ik ben nu gewoon, uh, ik zit nog steeds in de hotelier wereld. Ja. Ja. En zit dat ook in de familie bij jou? En de anderen die of in de sport zitten of in de, in de horeca? Of een... uh, mijn vrouw. Ja. Oh, ja, ja, sinds april ben, ja, ben ik nu... of zijn we nu getrouwd. Gefeliciteerd, thanks. <laughs> uh, ja, zij is een F&B manager... bij Conscious Hotels. Aha. Dus eigenlijk zit het, het gewoon in de familie. Ja. We hebben het altijd over... ja faciliteren, uh, F&B is wat anders. Mm -hmm. Maar ik vind het altijd superleuk... als zij begint te praten over eten... en uh, gewoon bekende chefs. En uh, ik mocht... Ik mocht mee naar allerlei events. Dus dat vind ik ook super leuk. En ja, het is gewoon, ja, het is gewoon leuk. hoor ik er weer. Het gewoon leuk. Maar het is ook leuk om iemand te hebben die, die wel snapt hoe het werkt in de hotellerie. Dat je gewoon af en toe wat uh, dat je weekenden moet draaien. En dat je gewoon wat, af en toe wat lange uren moet maken. Dat is een keer fijn dat ze ook gewoon begrip voor heeft. Ja, dus die lifestyle die moet je wel aankunnen. En dat ja. kan niet iedereen. Ja. En, uh, en jullie doen eigenlijk min of meer dan dezelfde, uh, nou niet hetzelfde werk, maar je zit wel in dezelfde vaarwater. Ja, sector, ja. 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 En um, toen je klaar was met de opleiding, wat, wat was toen je eerste stap? Ben je toen meteen bij Stok okay gaan werken of heb je nog iets anders gedaan? Nee, mijn um, derde jaar heb ik stage gelopen bij uh, Mogenpik Hotels in Amsterdam. Mm -hmm. Ja. Uh, dus ja, ook uh, facility management, uh, facility management uh, stage. Ja. En dat vond ik echt fantastisch. Want uh, het, is, het was gewoon van alles. Want je kon gewoon bewegen. Uh, je hebt gewoon desk, deskwerk. Uh, je bent gewoon aanwezig op de vloer. Je hebt heel veel contact met andere afdelingen. Want je moet allerlei dingen regelen. Dus gewoon front office, back office, uh, uh, FB, banking. Dus ja, je was gewoon overal. Dat vond ik gewoon top. Want ja. ik, ik hou gewoon van beweging. Ja. Ik wil niet gewoon de hele dag achter de computer gewoon dingen doen. Dat vind ik, niet, dat vind ik een beetje saai. Dus, ja. dus het was een beetje soort een soort eye-opener. En daarna gewoon ging ik terug naar school. Hm. Ik kreeg een baan aangeboden van, uh, van Movenpik. Dus ik heb daar gewoon uh, als Facility Supervisor gewerkt voor drie maanden. Toen mijn studie afgemaakt. Um, ik heb voor een uh, EW, ik heb voor EW gewerkt. Dus het is een schoonmaakbedrijf. EW Facility Group. Ja. ja. Uh, het was ook een as, uh, management trainee. Dat heb Aha. ik voor uh, zes maanden gedaan. Ja. Then, uh, stay okay. ja. En daarna steek oké. Ja. Het traject was ook zes maanden of is dat langer eigenlijk? Uh, van. Uh, EW. EW was ook zes maanden, ja. 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 Oké. Okay. Op verschillende plekken gezeten dan? Of. Uh, nee, uh, Hotel Arena. Ja, ah, oké. Okay. Was ook uh, super groot. Ja. Maar ook heel leuk. Andere, andere soort gasten. Nu ja. zakelijk en meer gewoon. Ja, feestgangers. Ja, en wat, wat, wat is het gekste wat je hebt meegemaakt tijdens die. Uh... Ja, ja, je maakt een hoop mee, want. Uh, het is zeker check check met check-outs. Ze gewoon check-outs, als mensen gewoon gaan vertrekken. Ja. Dan, dan, ja. dan zie je dingen en denken: oh, oké. Okay. Ja, 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 hoe zie je gebeurd? Maar het is, het is wel leuk als je. Want vaak krijgen we ook gewoon vrijgezette feesten en vrijgezette ja. groepen. En ja. die. Nou, ja, het, is, uh, ja, gewoon, het is gewoon lekker genieten. En dat zie je uh -huh. ook gewoon door. De, Um, Bierflessen of wijnflessen en alai, uh, uh, gewoon het feest ja, dus, ja. ja. En dat is hier bij St.O.K. Okay ook het geval, denk ik, of niet? Ja, we kan je ja. iets meer vertellen over uh, ja, wat voor organisatie is. Het ja, okay is uh, het, was vroeger een, een herberg, het is, uh, het is een uh, chain van hostels. Ja, we hebben gewoon 22 hostels tot nu toe. Ja, leukste is natuurlijk. St.O.K. Okay terecht. <Yeah>. Uh, maken. Ja, ja dat kan we maken. Uh, een hostel is een soort budget-hotel. Ik, nee, ik denk dat heel veel mensen het wel kennen. Ja. Wat, wat kost een overnachting? Het is, het is natuurlijk het is verschillend. Kijk, uh, door de week is het anders. Je hebt gewoon andere tarieven dan, uh, dan in het weekend. Ja. Het is natuurlijk ook demand supply Ja. Weekend duurder dus, denk ik. Ja, of, meestal, uh, meestal ja. wel. Maar waar begint het? Um, ja, we hebben gewoon verschillende. Type kamers. Dus we ja. hebben gewoon een tweetje. die zijn comfortkamers. Dus die ja. is net een hotelkamer. Dus dat kost rond de, de 96 Dus ja. tussen de 85 en 96 ongeveer natuurlijk. Ja, ja en je kunt ook gewoon een bedje huren of een beetje boeken bij een teampersoonskamer. En dat kan ook 30 euro of 35 euro kosten. Ja, dus dat is een stuk goedkoper. Ja. En wat voor mensen komen hier vooral? Um, verschillend. Je hebt gewoon families en die komen vaak uh, voor de, de, de of kinderen. Die komen voor de Nijntje en voor de treintjekamer. He, echt? Ja. Hebben jullie die? Ja, dat hebben we. staan zijn themakamers. <laughs> ja, echt. Cool. Uh, super tof. Uh, even Nijntje spullen en even Treintje spullen. Dat vinden gewoon kinderen gewoon echt tof. Wow. Uh, ik, we krijgen ook uh, ja, de jeugd. Gewoon vragen ze feesten of uh, uh, mensen die naar nou voetbal gaan. Of, of groepen vo vo voetbalteams. Ja. We krijgen ook uh, uh, mensen uit het buitenland. Mm -hmm. Gewoon uh, reizigers. Uh, zakelijk. Dat, dat merk je ook als je uh, iets in de stad is. Uh, bijvoorbeeld, uh, gewoon een grote meeting of grote mm -hmm. events. Dan krijg je gewoon even van die zakelijke mensen. Ja. Uh, het, is, het is anders. Het is, ja. En uh, hoe is het met de bezettingsgraad? Zitten jullie altijd vol? Of uh, hoe, hebben jullie daar bepaalde getallen aan gehangen? Hoe, uh, hoe de bezettingsgraad moet zijn? Um, ja, precies, het, is, het is nu hoogseizoen. Dus het is best weer druk. Ja. Het uh, is super fijn. Natuurlijk, uh, de minder goede maanden zijn december, januari, februari. Uh, maar voor de rest is het gewoon best wel druk. Omdat we ook gewoon in het hartje centrum zijn. Ja. Dus de lo locatie is gewoon ideaal. Maar ook de service is ook fantastisch. Want we hebben het beste uh, score gescoord van alle Aha. Dus, dus 21 CTOK -okay hostels heb je verslagen. Jullie zijn echt de beste. 22. Ja, ja, we zijn ja. Voor de beste. Ja. Wow, hoe kan het? Wat, uh, <laughs> wat hebben we gedaan? Ja, we hebben eigenlijk een best wel een bijzondere team. Het, komt, uh, het begint allemaal met een persona. We hebben een persona gecreëerd. Van oké, okay, wat voor soort mensen willen we aannemen? Ja. Persona. Persoonlijk. Ja. Pers ja. uh, eigenlijk, we willen gewoon uh, voor ons energie. Mensen gewoon die goede energie hebben, dat is heel belangrijk. Mensen gewoon die passie hebben voor, voor het vak, dat vinden we ook heel belangrijk. Jong. Uh, creatief en slim, uh -huh. dus we hebben gewoon uh, heel veel mensen die uh, die best wel een hoge IQ hebben, want we willen niet mensen aannemen die dingen doen, maar die die gewoon proactief zijn. Dus gewoon je moet zelf, je bent gewoon zelf je eigen baas. Uh, je moet zelf gewoon nadenken wat je gaat doen, wat je. Ik ga niet vertellen wat je moet doen, maar je moet gewoon zelf met een oplossing komen. En daarom is gewoon de drive is nog steeds gewoon up and coming. Ja. Yeah. Hoe, hoe, uh, hoe hebben jullie dat bedacht? Waar, waar is dat vandaan gekomen dat idee om met een persona te gaan werken? Uh, ja, gewoon van school. Van school hebben ja. we geleerd van oké, okay, persona kan een enorm verschil maken. Ja. in En je bedrijf en je moet je collega's zien als een soort een, een, een uitdaging van je, ja. je. moet ze uitdagen van oké, okay, wat, wat is je max? Je moet gewoon je limit gewoon ja. reachen. En dat is dat doen wij ook nu van oké, okay, ik wil niet echt een simpele iemand aannemen die alleen maar kamers gemaakt of klusjes Doet bij het idee. maar ik wil gewoon iemand aannemen die die ook gewoon slim genoeg is. En denk van: Oké, okay, misschien moeten we optie A, misschien moeten we kiezen voor optie B in plaats van optie A, want mm. optie B heeft gewoon meer voordelen dan optie A, ja. dus en dat is daarom doen we ook nu um, onze manier van management is anders dan andere schoonmaakbedrijven of hotels. Iedere dag is iemand anders de baas. Mm. Dat deed toen, hey. ja, dat deed, de, dat heb ik ook geleerd van uh, via school. Uh, een bedrijf in, in uh, Brazilië. Dus het is heel, heel heel uniek. Iedere dag mag je gewoon zelf je eigen positie uh, kiezen. Dus je kan gewoon vandaag een host manager uh, uh, zijn, morgen een schoonmaker of uh, Fmb'er. En dat dacht ik van oké, okay, eigenlijk het gaat meer om allrounder zijn. Als je alles kan, dan kun je ook gewoon. Ja, dan kun je ook gewoon goed worden, eigenlijk. Dat is meer mijn mindset. Ja, dus je komt 's ochtends binnen ja. en dan? Ik kom binnen, uh, ja, oké. Okay, um, ja, het gaat wel, je gaat wel onderling afstemmen, neem ik aan wie welke rol hij dan Ja, van oké, okay, ik, ik vraag van oké, okay, wie wil vandaag de taken verdelen? Ja, uh, dus oké, okay, um, ik zeg oké, okay, dat doe ik wel. Dan, dan, uh, dan hebben we goed, want we werken nu met, met ja, WhatsApp. Uh, dus uh, iemand gaat van de taak verdelen en ik doe ook mee. Van oké, okay, dat vind ik super leuk. En dan heb je ook gewoon het betrokkenheid, dat, is gewoon, dat zit erin. Want, okay, je voelt je gewoon, uh, je hebt gewoon een machtpositie. Daar mm. kun je ook gewoon ja, gebruik van maken. Van oké, okay, ik ben vandaag de baas, dus ik mag beslissen. Ja. En ja, dat is het eigenlijk. Wat cool. En heeft dat ook een naam wat jullie doen? Of is het gewoon spontaan ontstaan? Of wat, uh, waar? Het is een soort flat management: van oké, okay, mm. niemand is de baas, maar. Want iedereen kan alles. Ja. En we maken gebruik van, van, van elkaar. Van oké, okay, elkaar, elkaar helpen. Even gewoon. Ja. We, we weten dat we gewoon de 8,9 of de 9 willen houden. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat bereiken? Gewoon oké, okay, even elkaar checken. Gewoon goede feedback, kritisch zijn naar elkaar. Ja, goede mise en place uh, Gewoon ook kritisch zijn naar de lijsten. Van oké, okay, wat, wat gaan we vandaag doen? Hoe, hoe kunnen we gewoon het beste taken verdelen? Um, we kijken ook naar cijfers en productiviteit. Dus de combi's. Dus we, we werken vaak met teams, want het is gewoon leuker. Het is, het is veel leuker dan als je in eentje werkt. Het is gewoon saai. Dus als je met z'n tweeën werkt, dan ga je ook elkaar even pushen. Hmm. Hoe ziet dat eruit? Ja, dus uh, we beginnen om tien uur. 10 uur gaan we. Uh, ja, dan, dan, dan pak je gewoon een bakje koffie. En dan gaan we gewoon met elkaar brieven. Brieven betekent uh, even allerlei bijzonderheden. Oké, okay, early checkouts. Uh, late check-ins, uh, gekke dingen, new arrivals, VIP's. En daarna gaan we uh, de taken verdelen, van oké, okay, wie gaat met wie werken. En daarna hebben we, uh, toch ook iets nieuws, de 10-minutes training. Even iedereen gewoon fresh houden, van oké. Okay. Yeah, wow, 10-minutes training, yeah. tell me. Uh, dus je mag vandaag een, een thema kiezen, van oké, okay, hoe moeten we een bed opmaken. Uh, oké, okay, dan, dan vraag je het aan iemand anders aan en hij moet gewoon een antwoord geven. Uh, dus zo hou je elkaar gewoon uh, yeah, fresh. Ja. En, uh, bijvoorbeeld uh, conflict met gasten, hoe los je het op? Ja, wat, wat doe je als je ziek, uh, als je ziek bent? Uh, uh, kamers check allerlei dingen. En als we klaar zijn, dan, uh, dan, ja, dan gaan we met z'n allen gewoon uh, uh, ja, naar de kamers. En uh, we werken ook nu heel veel, uh, we, doen, we moeten gewoon periodiek doen. Dat is gewoon extra kamer onderhoud. En we gebruiken... Content, visual content. Mm -hmm. Dus het is niet van die allerlei lijsten met SOP's van oké okay, uh, stap 1, stap 2. Nee, nu wil ik gewoon even filmpje. Want we hebben heel veel internationaal mensen. En om de taalbarrière te verwijderen, hebben we gewoon gekozen voor filmpjes. Want hoe, hoeveel mensen werken er op uh, deze vestiging? 50. Ah, oh, dat is best wel groot. Ja. En dan dus die taken, die roleer je per dag. Dus mensen mogen per dag kiezen welke rol ze krijgen. Geldt dat voor al die vijftig mensen of alleen voor het management team? Alleen uh, voor, voor housekeeping team en ja. technische dienst. Ja, dus mooi. daar ben ik gewoon verantwoordelijk voor. Ja, hoe zorg je ervoor dat er geen chaos ontstaat? Of dat er geen gaten komen dat er de een denkt van... hé, hey, uh, ik dacht dat jij dat zou doen. En die ander denkt van hé, hey, maar ik dacht dat jij het zou doen. En dan uiteindelijk dan wordt het niet gedaan. Dus hoe, hoe voorkom je dat het uh, chaotisch wordt? Gewoon een, een duidelijke en directe uh, uh, manier van communiceren. Van oké, okay, we zitten alles. Okay, voordat we gaan beginnen, moet iedereen weten wie wat gaat, wie wat gaat doen. Ja. Dus eigenlijk je moet zo min mogelijk onduidelijkheid gewoon vermijden. Ja. En uh, dat flat management uh, principe, heb jij dat hier ingevoerd? Of was dat er al? Of, uh, het was er al. Ik, ja. vond, ik, ja, ik vond het gewoon sowieso een, een leuk, uh, leuk concept. Van, ja, waarom moet ik gewoon de manager eigenlijk gewoon. Als ik mee kan helpen en als ik gewoon meer contact kan krijgen met mijn mensen. Maar dan, ja. dan weet je ook hoe, hoe ze kan verbeteren. Of je kan ook gewoon dingen van ze leren. Dus ja. ja. En uh, doen ze dit op alle vestigingen van St.O.K. Okay of alleen hier? Dat weet ik niet. Nee. Nee. In ieder geval hier. Ja, in ieder geval hier. Ja, maar ja. Dat klinkt wel heel interessant. Ik kan me voorstellen dat mensen ook uh, uh, meer betrokken voelen omdat ze meer uh, invloed hebben op hoe het gaat. Dus in plaats van dat ze gewoon moeten doen wat gezegd wordt, kunnen ja. ze nu zelf invloed uitoefenen. Werkt dat ook zo voor jullie? Of? Ja, als ik gewoon bijvoorbeeld vrij ben, dan... dan, dan ja, net wat ik zei, we gebruiken gewoon WhatsApp als manier van communiceren. Uh, en dan zie je ook gewoon allerlei apps van... Hé, hey, uh, ik heb die kamers gecheckt. Uh, gewoon foto's maken van allerlei mankementen. Of foto's maken van dingen die niet goed genoeg zijn. Dan zie je ook gewoon dat ze... Dat het gewoon werkt en dat, dat mensen gewoon betrokken zijn en dat ze dat ze dat dit voor hun niet alleen werk is, maar ook gewoon een stukje: je mag gewoon lekker jezelf zijn en je mag ook gewoon lekker creatief zijn. Het is leuk om hier te werken, want we vinden gewoon werk en geluk heel belangrijk. Ja. Je, bent niet, uh, je bent niet alleen hier om te werken, maar ook gewoon om, om blij te kunnen zijn, gelukkig te kunnen zijn. Ja, Tof man, um, je had het net over feedback uh, geven, ja. hoe, hoe pak je dat aan? Ja, was, ja. Je, was je daar altijd al goed in? Of heb je dat geleerd? Of, uh... Ja, ik heb het gewoon geleerd. Gewoon ja. via trainingen en ook school. Um, ik, wij gebruiken het, de disk manier van feedback geven. Dus we zeggen altijd van: oké, okay. wij zeggen nooit ik, maar het is wij. Dus want, mm -hmm. omdat we een team zijn. Dus wij uh, zeggen van: oké, okay, we hebben geconstateerd dat je de badkamer vergeet om schoon te maken. Dus, hoe, ja, ben je het met me eens? En hoe komt dat? En, ja, waar kan ik je mee helpen? Dus het is niet gewoon persoonlijk, maar ons doel is gewoon elkaar verbeteren. Ja, dat is het. Dus je benadert het vanuit samen en vanuit ja. de community. We willen het samen goed doen. Ja. En dus uh, moeten we elkaar scherp houden. Ja. En je zei disc, wat, uh, wat betekent dat? Het is, het is gewoon een, 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 een leuke manier om feedback te geven. Dus, want van feedback is best ja. wel een grey area. Van oké, okay, ja. Uh, dus jij zegt dat ik gewoon niet goed genoeg ben. Dat, dat gevoel willen we niet, maar gewoon, mm. we willen gewoon. Een, een, een target halen uh -huh. op, een positief, op een positieve manier. Ja. Zonder gewoon, ik wil je niet kwetsen, uh -huh. maar dus daarom gebruiken we een soort constructieve manier van feedback geven. Ja. En staan die letters nog ergens voor van disk? Want ik, weet, ik ken de disc van, van de disc test met kleuren, weet je wel. Dat je, heeft dat daarmee te maken? Of? Maar, maar, maar wat je net ja. zei, de kleuren van rood, groen, geel ja. en blauw, dat ja. gebruiken we ook met, uh, yeah. yeah, met uh, mensen aannemen. Want. Um, je kan ook gewoon gebruik maken van bijvoorbeeld bij housekeeping heb je gewoon heel veel, uh, je hebt gewoon heel veel structuur nodig, planning. Mensen gewoon die rood zijn. Ja. Dat vinden we heel belangrijk bijvoorbeeld. Dus mensen die creatief zijn, die gewoon, die hebben gewoon meer uh, blauw kleur of groen kleur of, of geel kleur dan brood. Dat is dat is dat past niet echt bij housekeeping bij bij F&B, want je moet gewoon gastvrij zijn, creatief. Ja. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Dat werken ze ook bijvoorbeeld bij andere hotels gebruiken ze desk. Uh, ja. De kleuren om mensen ja. aan te nemen. Echt, ja. Moet jij zelf ook mensen aannemen? Ja. Wat zijn je beste tips of wat, wat heb je tot nu toe geleerd over personeel aannemen? Ik vind sowieso face to face. Kijk, cv's en motivatiebrieven zijn best wel ja outdated. Want dat zegt niks over het persoon zelf. Hm. Uh, ik vind face to face meetings heel belangrijk. En dan um, gewoon oud je comfortzone gewoon halen van niet de de standaardvraag van, hey wat, uh, ja, waarom, waarom hier, uh, waarom moeten we jou aannemen? Gewoon andere vraag van, oké, okay, vertel eens even een grap of zo. Gewoon <laughs> totaal uh, iets anders. <laughs> denk, uh, okay, uh, wat, wat is de beste grap die je gehoord hebt tot nu toe? Nou, ik heb één keer gewoon, ja, het was, het was heel gek eigenlijk. Hij was echt zo in de flow dat ik zei, oké, okay, vertel eens even een grap. En hij ging gewoon... Hij ging gewoon praten over totaal iets anders. Hij ging gewoon door met, met werk. Maar hij was niet gefocust. En dan, dan denk ik van, oké, okay, uh, nee, die, hij is er niet helemaal bij. Dat, maar dit dat soort, dit soort, dit, dit zijn gewoon kleine dingen. Maar voor ons is het belangrijk. Want als je je gewoon een info geef van, oké, okay, we moeten kamer 14 schoonmaken bijvoorbeeld. En jij gaat kamer 14 schoonmaken. Dan is er een miscommunicatie. Dan gaat het verkeerd, ja. ja. Zij was niet scherp. Nee. nee. Want, uh, hoeveel mensen moet je aannemen gemiddeld per maand of per jaar? Heb je veel van dat soort gesprekken? Ja, kijk, nu... Het liefst zo min mogelijk natuurlijk, want Tuurlijk. je wil niet dat... Hè, dus je wil eigenlijk dat de mensen die, die er nu zijn, dat die gewoon lekker blijven, hè, als ja. ze goed zijn. Ja. We hebben gekozen voor, net als ik zei, internationaal, want Utrecht, je hebt gewoon hier heel veel hogescholen en je hebt gewoon heel veel studenten, dus ja, dat is een beetje onze target. Mm -hmm. Maar die gaan natuurlijk ook op vakantie, die willen ook reizen, die willen ook gewoon leuke dingen doen. Dus uh, de zomervakanties zijn we oké, okay. september tot en met februari zijn we oké, okay, maar de maanden april, mei, uh, juni, ja, dan, dan ga je even mensen aannemen. Ja, dat zijn flexkrachten die staan achter de bar of zo, of wat wat, uh, of kamers schoonmaken. Die kunnen eigenlijk ook alles doen. Ja, eigenlijk, uh, de, ze worden aangenomen om om, om ja, als housekeeping uh, facility uh, medewerker. Dus. Ja. Uh, dus je begint eerst met, uh, je krijgt een, een, een werktraject. Dus je gaat met uh, drie, vier mensen gewoon uh, meelopen. Dan, ja. Want iedereen heeft zijn eigen manier van, van, van schoonmaken. En dan als je alles onder de knie krijgt, dan, uh, dan, ga, dan krijg je ook extra taken. van Oké, okay, je gaat uh, brieven hebben met de receptie. Je gaat uh, uh, brieven met, uh, met het team. Je gaat openen, je gaat sluiten, je gaat ja. kamers checken. Dus je wordt gewoon steeds belangrijker in het team. Dus dat is het een beetje. Maar ik heb gewoon, we hebben mensen nodig die weten wat ze willen. En dat is major, want het een beetje. Je bent niet hier om alleen. Oké, okay, ik kan even schoonmaken. Nee, dat willen we niet. We willen gewoon mensen die productief zijn, die goed kunnen nadenken. Ja, die zelfstandig zijn. Hmm. En heb je wel eens een verkeerde persoon aangenomen? Ja. Uh, yeah. En uh, wat is uh, <laughs> wat, wat ging er toen verkeerd? Um, ja, even mensen die willen zich gewoon uh, heel goed verkopen, maar ja, uh, yeah, uh, moment of truth, dan denk ik van oké, okay, ja, je, je bent laat. Je... Je hebt de uh, afgelopen vier weken, zes weken gewoon drie keer ziek gemeld. Dus het is, je houdt je niet aan de afspraken. Dus je bent niet gewoon vaak beschikbaar. Je bent niet vaak inzetbaar. Dus ja, dat, dan denk je van oké, okay, ik heb ja. een verkeerde keuze gemaakt. Maar het is gewoon een goede leermoment. En dan, dan leer je van. Dan ga je gewoon. Ja, ga je weer door. Ga je weer door. Ja. Wat voor nationaliteiten heb je dan in huis? Dat is best wel leuk, want we hebben. Uh, uh, Duits, uh, Engels, uh, Maleisië, Bulgarije, Nederlands, uh, Frankrijk, Zuid-Amerika, uh, uh, Canada, ik heb niemand vergeten, <laughs> Syrië, verschillend, heel veel. Ik vind... Italië ook. Ja. Ja. Vind je het ook belangrijk om mensen van een andere nationaliteit extra kans te geven, of zo? Want je, je komt natuurlijk zelf niet van natuur of uh, je bent niet in Nederland geboren, ja. Maar nou, speelt dat voor jou ook nog mee? Eigenlijk niet. Nee. Want nee. je bent op zoek naar de, Best naar de beste, ja, beste persoon, beste kandidaat. Ja. Dus maakt niet uit waar je vandaan komt als je als je maar past gewoon bij onze personen. Ja, daar gaat ja. het om eigenlijk. Ja, nee, ik ben het met je eens. Aan de andere kant is er in, ook heel veel discussie in Nederland uh, over uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. Uh, ja. Er zijn twee groepen die heel veel gediscrimineerd worden. En dat ja. zijn ouderen en het zijn um, uh, nou, laten we zeggen Marokkaanse Nederlanders of mensen met een uh, Marokkaanse achtergrond, ja. uh, soms ook uh, Turken of uh, Surinamers. Ja. En um, uh, waarom ik erover begin is omdat uh, ik heb zelf sociologie gestudeerd, dus uh, ik heb op de universiteit altijd ook uh, uh, vakken gevolgd hierover en, en ben hier ook maar bezig geweest. Dus ik vind het gewoon interessant van oké, okay, wat gebeurt er in de praktijk, weet je wel? Hoe gaan mensen uh, daarmee om. En mensen zijn niet altijd eerlijk. Dus er wordt gewoon gezegd van... Uh, nee, nee, bij ons is iedereen welkom. Maar als dan het puntje bij het paaltje komt... Uh, dan nemen mensen toch snel weer een jong persoon aan... want die is goedkoper en flexibel whatever. Ja. en whatever. Uh, en ik kan me daar best wel boos om maken af en toe. Dus bij Eagle People proberen we ook... Om, om wel iedereen een kans te geven. Ja. En... Um, ja, als ik jou zo beluister, dan behandel je ook iedereen gelijk. Hebben jullie daar wel eens gesprekken over of is het überhaupt geen issue? Uh, we hebben het wel over, maar kijk, als je ziet hoe omdat we gewoon de flat management systeem hebben, het is niet van oké, okay, dus omdat je een uh, uit een x achtergrond omdat je een x grond hebt, dan mag je gewoon mm -hmm. alleen de leuke dingen doen. En die andere die komt uit een ander land, dus die mag. Die mag het niet. Nee, het is gewoon. Iedereen ziet dat wij gewoon een team hebben die compact is. En. Hm. Want je moet, ja, oké, okay, bijvoorbeeld andere afdelingen gewoon, uh, hebben heel veel uh, Nederlandstalige mensen uh, aangenomen. Dat is ook, dat is ook, ja, ja keuzebewust. Omdat, je, omdat we gewoon heel veel Nederlandse gasten krijgen. Dus je moet eigenlijk gewoon mensen hebben die de taal goed kunnen spreken. Maar bij housekeeping heb ik zoiets van: het, is, het gaat niet om wie je bent, maar wat je kan. Mm. Dus het is, nee, dat. Discriminatie, dat vind ik ook. Ja, ik kom ook net wat je zei. Ik kom ook uit, uit een ander land. En ik vind het top dat ik gewoon hier mag werken. Want iemand heeft ook een soort een, 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 heeft een keuze gemaakt van: oké, okay, we willen gewoon naar iemand nemen in plaats van Y. Nee, nee, ik heb, nee, ik heb zoiets van: het is, ik kijk niet eens gewoon naar wie je bent, maar wat je kan wat voor persoon je bent. Dat is, dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Maar ja, je hebt gelijk. En sommige, heel veel bedrijven worden gewoon word gediscrimineerd. Maar tot nu toe heb ik geen last van gehad, nee. gelukkig. Nee. Ik denk ook dat balans TOK's. Zeker in de hotelerie-wereld, want dat zie je ook in Amsterdam. Gewoon, je hebt gewoon heel veel uh, sommeliers en heel veel managers die, die uit een ander land komen. Maar die worden gewoon aangenomen omdat ze gewoon even kunnen. Dat is wel mooi eigenlijk. Ja, toch? Ik, ja, dus, <laughs> zo zou het moeten zijn. Ja, zo zou het moeten zijn, ja. ja. Maar hoe denk, hoe denk jij erover? Nou? nou, het is heel makkelijk om iemand uit te kiezen die op jou lijkt, snap je? Dus. Um, dit, dit, op zich is het. Dat wordt in de sociologie wordt dat ook onderzocht. En we hebben daar ook uh, les over gehad, maar uh, soort zoekt soort. Dus het is heel makkelijk als je Jan of Piet of Klaas heet om iemand aan te nemen die ook zo heet, want die lijkt op jou, dus dat voelt vertrouwd. Ja. En als je iemand uh, aanneemt die uh, er anders uitziet, of uh, ik kan zijn naam niet uitspreken. Of ik begrijp die persoon niet, of hij heeft iets anders op zijn brood, of hij eet helemaal geen brood, of weet ik veel. Dat je al alles wat anders is. dat is altijd een beetje spannend of vreemd. Ja. En uh, heel vaak kiezen mensen voor de makkelijke weg. Weet je wel, van nou, uh, ik ken jou niet... dus uh, ik kies voor wat, wat ik al ken en wat vertrouwd is. Ja. En iedereen doet dat. En uh, ik denk dat je een verantwoordelijkheid hebt... om uh, daar bewust mee om te gaan. Dat je denkt van, hé, hey, maar wacht, ik wil dat het anders is. Ja. In plaats van monocultuur, waarin iedereen hetzelfde is... ga ik op zoek naar wat meer diversiteit of een mix, zeg maar. Ja. Maar het moet wel echt um, uit, uit jezelf komen, zeg maar. Het moet wel oprecht zijn. Dus het moet niet zo'n zo soort van, dat de overheid zegt van, uh, ja, nu moet je zoveel procent uh, uh, van die aannemen. Of, uh, ja. Dat geldt ook voor arbeidsgehandicapten bijvoorbeeld. Hè. Mensen die in een rolstoel zitten. Die, worden, die staan ook met 1-0 achter, weet je wel. Die, zijn ook niet, uh, die staan ook niet vooraan. En ik denk eenmaal, als je eenmaal ervaring opdoet met mensen die je niet kent, dan ga je ze wel kennen en dan gaat er wel iets groeien, zeg maar. Dus ja. ik zie het ook wel als een soort ja, morele verplichting of een, um, een roeping of zo om daar iets in te doen. Ja. Maar als ja, het is ook wel weer tricky. Want het, het kan ook snel voelen als, als dat je jezelf een soort van hoger stelt dan de ander, weet je wel. Van, ja. Ik ben de werkgever en ik ben uh, goed. En ik zal die zielige uh, uh, mensen die geen baan kunnen vinden, zal ik wel even helpen. Dat ja. kan ook arrogant overkomen. En zo bedoel ik het natuurlijk niet. Die vriend van mij, die, die, uh, die is dus Palestijns. En die heeft donkere ogen, net als jij. Ja. En die heeft zwart haar, net als jij. En dan zit hij in de trein van Amsterdam naar Utrecht. En heeft iemand een melding gedaan dat er een verdacht persoon ergens uh, zit. Oh, ja. En dan wordt hij eruit gepikt van... Hey, wie ben jij, weet je wel? Ja. Maar dat is niet leuk. Ja, dat is en dat bepaalt hij ook van, weet je wel? En een ander voorbeeld is dat hij. Uh, hij heeft ook een, een naam, Isa, uh, Agur. En ik weet niet precies hoe ik het in het Arabisch uit moet spreken, maar hij heeft gewoon zijn naam moeten aanpassen naar het Nederlands, weet je wel. Dat geldt ook voor jou. Maar ja, ik bedoel, je zit er niet mee. Ik zit je ligt niet er niet van wakker nee. of zo. Maar het gaat wel over wie je bent, weet je wel. Ja, oh, Een naam is ook wie je bent. En uh, als je te veel moet veranderen of zo... Of je wordt... Een andere persoon dan ja. wie je echt bent. Ja. Nee, maar ik zit, ik zit er sowieso niet mee. Ik, ik vind het, kijk, het is... Ja, weet je, ik vind het ook leuk om... Bijvoorbeeld mensen die, die in het team zitten, die, want die, die kennen ook niemand. Die hebben ook gewoon... Die, die worden, ja, die gaan we aannemen. Maar hij, ja, hij wil gewoon werken, maar hij kent ook niemand. Hij heeft ook geen vrienden. En gelukkig, bij ons FMB team en front-office-team... Je hebt gewoon heel veel leuke mensen, maar ook gewoon heel veel leuke studenten. En die, uh, die gaan ook uit en die gaan ook de stadje in. En ze vinden het ook leuk om bijvoorbeeld de nieuwe mensen gewoon even mee te nemen. Te gaan gewoon bowlen of ja. gewoon even lekker... Kroeg toch of gewoon fietsen of meeloop maar dan het is, je bent je ben niet meer alleen. Dus je wordt je ook je eigen familie. En het is ook gewoon. Ik zeg altijd: kijk, je komt hier alleen, maar het is ook aan jou om van gewoon stappen te ondernemen. Van oké, okay, wat wil ik? Wil ik gewoon gewoon de zielige buitenlander zijn. Oh, ik kan niks. Ik spreek het daar niet. Of wil je gewoon lekker gewoon, oké, okay, ik ben er. Uh, wat kan ik voor jullie doen? Uh, ja, hoe kunnen we gewoon lol hebben? Ik wil gewoon lekker vrienden met, met jullie vrienden zijn. Ik wil gewoon leuke dingen doen. Het is ook een beetje aan ah ja, Het is gewoon dubbel, hè? Ik dus geven en nemen. Van oké, okay, ja, ik, ik begon ook. Ik ben ook begonnen van oké, okay, ik ken de taal niet, maar wat wil ik? Wil ik gewoon Engels blijven praten of wil ik gewoon de taal leren. Dat heb ik ook gedaan. En uh, dat ging best wel goed eigenlijk. Want ik vind Frans en Nederlands, het lijkt niet beetje op elkaar. En in het begin, ja, ik had het best wel moeilijk, maar. Ik heb zoiets van: ja, als ik gewoon hier een leven wil bouwen of een carrière wil gewoon beginnen, dan moet ik gewoon de taal taalonderdekking krijgen. Dat heb ik ook gedaan. En toen ging ik ook gewoon naar school en ik heb ook mijn diploma gehaald. Ik heb zoiets van: ja, als jij het kan, dan kan ik het ook. Vet. Als ook een beetje mijn mindset van: ja, we, als jij, ja waarom jij en ik niet? Wat jij kan, kan ik het ook. Niet alles natuurlijk. Mooi. Ja. Waar haal jij inspiratie vandaan? Um, ja, basketbal eigenlijk. Ja, de, ik ben een groot fan van LeBron James. En uh, hij is, uh, ik vind het gewoon het allerbeste van alle tijden. En hij, is gewoon, hij heeft gewoon zoveel dingen meegemaakt en al die setbacks. En uh, ja, weet je, opgeven is gewoon het allermakkelijkste. Want je kunt altijd gewoon opgeven of gewoon ontslag nemen. Van oké, okay, ik kan het niet meer of ik kan het niet meer aan. Ik, ik ben er klaar mee. Of je kan gewoon, like, gewoon doorknokken of gewoon vechten. Ik ben mm. er, ik blijf er. En ik ga gewoon mijn best doen om, om ja. ...om het op te lossen. En dat is een beetje mijn mindset. Ja. Want opgeven is gewoon... ...ja, makkelijkste Iedereen kan het doen. Ja. Maar gewoon... ...succesvol worden... ...en gewoon lekker doorzetten... ...en uh, je targets halen... ...dat is... ...dat is een beetje aan jou. Van oké... Okay, ...wat wil ik? Hm. Wil ik gewoon succesvol worden? Wil ik gewoon... ...ja... ...hetzelfde blijven? Ja. Heb jij een mentor of een coach? Um, ja, ik, ik... ...mijn host manager... ...die uh, begin eigenlijk... Uh, hij heeft me gewoon geholpen met allerlei leadership skills en dingen die ik moet verbeteren maar dat doen we nog steeds, we hebben ja, bij je een soort een SOP uh, een soort personal uh, traject plan hoe je, wat, wat, wil je, wat wil je bereiken, uh, dat, dat help je ja, hij is ook soort mijn, mijn coach, mijn mentor ja. uh, hoe heet hij? Erik van der Holst. Ja, Erik als je luistert <laughs> Nou, in begint hij te lachen als die het over je heeft. Ah. <laughs> te glimlachen. Nee, ik maak een geintje, maar. Uh... Hij, is een top, hij is een top manager. Ja. Hij, is gewoon, hij is ook gewoon down to earth en, en hij wil ook iedereen helpen. Dus het is niet van de general manager van: oké, okay, ik ben er maar, ik praat met niemand. En, en hmm. Hij is gewoon heel down to earth, hij wil cool. je gewoon heel graag helpen. En, met allerlei trainingen en uh, feedback geven. Dat vind ik, ja, dat, dat heeft me ook geholpen, zeker. Maar ook ja. mijn gewoon werkgevers. Van: oké, okay, ik heb bij Movepick ook. Ik heb even dingen geleerd en bij EWE ook. Zou je het leuk vinden om andere mensen te coachen? Of doe je dat al? Uh, ja, met mijn team. Ja. Want uh, vaak krijg je conflicten. En dat is of mensen gewoon die dealen met een privé situatie, ja. maar dat heeft invloed op hun productiviteit. Ja. Uh, wij hebben vaak iedere week hebben we gewoon een soort face-to-face -face meeting met een van de team members. Ah. Bijvoorbeeld, ik weet dat X een privé situatie heeft kering uit of uh, ja. weet ik veel gestopt met de studie, dat soort dingen ja. of, of andere zaken. Zoiets, ja. 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 Want uh, eigenlijk je gaat gewoon luisteren en je geeft gewoon tips van oké, okay, ik weet dat je het, het moeilijk hebt, maar wat, wat kunnen we voor jou doen? Ja. En dat vind ik heel belangrijk, want het is niet alleen mijn week. Het is gewoon ook een stukje van oké, okay, even, even elkaar even, ja, even naar elkaar luisteren. Het ja. kost niks eigenlijk. gewoon een beetje tijd, maar ja, gewoon even, even elkaar helpen. Want het is gewoon fijn. Het is niet van oké, okay, ik kom hier werken en dat zit. Ja. Want Je bent hier alleen. Zoals, ja, mensen die uit andere achtergrond komen, die zijn gewoon hier alleen. En die, ja, ja. Het, is gewoon, het is gewoon fijn om naar iemand anders te luisteren. Even gewoon even, ja, even, even luisteren. Ja. Ja. Ik krijg bijna zin om uh, te gaan solliciteren bij <laughs> jullie. Ja, kom maar. Ja, tof. Jullie doen wel echt uh, mooie dingen als team. Uh, je zei ook voor dat jullie hier wel eens VIP, VIP's krijgen ja. bij uh, Stay okay. Kan je iets verklappen, of een vage omschrijving, of gewoon een naam noemen van iemand. Uh, VIP's zijn vaak uh, bloggers. Ik geef maar uh, bloggers, ja. bloggers. De uh, prijswinnaars, uh, want wij zijn heel actief op social media, dus uh, ja, gewoon van nijntje of treintje kamer, of elke andere kamer. Mm -hmm. uh, maar in principe, ja, alle onze gasten zijn VIP's. Ja. Alleen je. Ja, Mooi gezegd, mooi gezegd. Ja. <laughs> maar uh, Lebron James, die is hier nog niet geweest. Dat soort grote sterren komen hier niet. Nee, nee, nee. nee, die, nee. die gaan naar een uh, andere, ja. Vijf sterren. Nee. Uh, ja, Karel Vijf. Sorry. Ja, um, maar weet ik, ik vind, kijk, het, is, het gaat meer om, het is, kijk, ik snap ook als je, zakenmensen die, die willen gewoon niet gestoord worden van oké, okay, ik wil inchecken, mijn kamer ja. in. Gewoon uh, even mijn eigen ding doen en dat zit. Ja. Maar hier heb je gewoon meer contact met gasten. Je, ja. je weet wie ze zijn, waar ze zitten, wat ze willen drinken. Ja. Dus je hebt gewoon meer touch, menselijke touch, dat heb je gewoon hier meer. Ja. En mijn beeld is uh, van een hostel dat er ook altijd veel jonge mensen komen die heel veel uh, alcohol gebruiken. Hoe, hoe, uh, ja. hoe zit dat? Eigenlijk niet, nee. Want het is. Kijk, bijvoorbeeld onze comfortkamers die zijn die, 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 die zijn net. Vierstere hotel. Je hebt, ja, bed opgemaakt, alles erop en eraan. Gewoon netjes, uh, lekker ruiken. Dus eigenlijk alles wat je wat in een, een hotelkamer hebt, dat yeah. heb je ook gewoon hier. Oh. Dus zo'n stukje comfort dat hebben we. En dat hebben ook een stukje gezelligheid als mixkamertjes. En in de fifth hero, oh, dat is een stukje restaurant. Het is een nieuw concept van uh, oké, okay, hier kun je gewoon ook een ja, hapje eten, uh, yeah, dineren. Ook gewoon lekker eten. Yeah. En ook gewoon ja, chillen. Ja, dus, dus zeg maar niet low budget en uh, vrijgezellige groepen die nee. hier keihard komen zuipen en uh, dat soort dingen. Nee, 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 Oké. Okay. Nee. Ja, ik uh, ben niet voor of tegen of zo, maar dat was nog steeds het oude beeld. Yeah. Maar dankzij jou heb ik nu een uh, ander beeld van uh, Stay okay, uh, Hostel. Je zei van, uh, we hebben ook al eens conflicten met gasten. Wat, waar gaat dat dan over? Um, Als het stuk is of zo, of een andere situatie? Vaak hebben we gewoon uh, check-out tijden van... Dan zeg je van oké, okay, check-out is 10 uur, maar dan zegt hij van ja, ik weet het of ik wist het niet. Ja. Dan, dan proberen we ook gewoon even een, soort een upsell te maken van oké, okay, je, mag, je mag ook tot 12 uur blijven, maar dan, ja, dan moet je gewoon, en, en, uh, dan word je gewoon gecharged met... Krijg je een extra fee die je moet betalen. Ja, dus eigenlijk je moet gewoon iets positiefs maken van, van een minder leuke situatie. Maar dat, is, dat, dat, is, dat maakt het ook gewoon zo mooi eigenlijk, gewoon heel veel gasten die zijn... Die zijn zijn meestal ontevreden, en dan wil je het ook gewoon even oplossen. En als je het oplost, dan, dan voel je je ook gewoon ja, tevreden. Ja. Gasttevreden, jij ja, tevreden. Leuke reviews. Ja. Cool. Nou, wij um, hebben best wel wat luisteraars op de podcast faciliteit. En uh, sommige mensen zijn heel erg gericht op de soft services, dus schoonmaken, catering, receptie, hospitality, dat soort dingen. Ja. Sommige zijn veel meer op de technische kant, dus gebouw, installatie, techniek. Ja. Uh, waar, waar zit jij? Eigenlijk een beide, want uh, we hebben het housekeeping team, dus het is soft. En we hebben ook het technische dienst team. Uh, dus is gewoon drie, drie mannen. En we moeten allerlei mankementen en uh, fixen. Maar ook gewoon, uh, we noemen het gewoon VMPO-lijst, dat ze bijhouden. Dus alle legionnelle testen sprinklers, brandalarm, allerlei dingen. allerlei externe bedrijven, gewoon uh, checken. Dus eigenlijk, ja. Het pand moet gewoon tip-top zijn. Ja. Kan je iets meer vertellen over het uh, pand? Want we zitten op de neuden, dus echt midden in Utrecht. Ja. Van wie is het pand? Uh, het was vroeger van, ja, hier was vroeger ABN AMRO. Ja. En toen was het TOK. Okay. Ja. Uh, uh, TOK okay? huurt het van ABN waarschijnlijk? Uh, of van, uh, uh, het van iemand anders, van uh, eigenaar, ik, ik weet dat ja. niet, het niet. Het is nog steeds, een, het is niet alles, want we willen straks ook gewoon naar beneden. Want het zou leuk zijn als we gewoon extra kamers gewoon hier kunnen, kunnen bouwen. Ja, dus het gaat wel zo goed dat jullie al uh, willen gaan uitbreiden? Ja, want we zijn best wel bekend en het is best wel, bijna altijd druk. Ja. Uh, mensen van buitenaf zijn ook gewoon, zeker studenten en ccp'ers en die willen ook gewoon hier graag ja, een bakje koffie doen en eten. Dus het, we zijn nog steeds aan het groeien. Ja. En het is gewoon super tof. Dus we willen eigenlijk gewoon, naar beneden. beneden zijn we ook nu begonnen met de Coffee to go concept. Ik weet niet of je de, onze weet, Facebook kan. Ja. Het is een Vespa uh, het is een, een grab-and-go uh, concept. Mensen die, die haast hebben of die een, een bakje koffie uh, mee willen nemen, dat kan. Ook gewoon een of wat lekkers. Gewoon als je haast hebt, dan, dan, ja, dan neem je wel lekker een bakje koffie en dan gewoon, uh, ja, loop je lekker naar de trein. Of, mm. dus. Maar gewoon als voorbijganger, dus niet, niet voor de gasten, maar voor mensen van buiten. Allebei, allebei. Ja, dus ja. mensen van buitenaf, maar ook onze gasten. Ja. Dus uh, ja. Maar over de technische diensten, het is best wel druk, want je bent continu bezig met uh, uh, schilderen, dus kamercheck, uh, gaan maken. Het is, uh, de, de, je bent gewoon, kon, het is altijd anders, want je hebt gewoon even gasten en die maken ook even dingen kapot. En die moeten gewoon gecheckt worden, uh, dingen moeten gewoon besteld worden en dan gewoon gefixt worden. Ja, en is de, het is een houtpand? Of hoe, uh, heb je veel mankementen ook aan het pand zelf? Nee, in het, begin, in het begin was alles nieuw natuurlijk. Hm. Maar we zijn nu uh, bijna drie jaar oud. Ja. Dus een hoop, uh, een hoop is, ja niet een hoop, maar gewoon heel veel dingen zijn stuk. Maar dat moet je gewoon, alles moet gewoon up-to-date zijn. Ja, dus gewoon sluitage zeg maar. Ja, ja. En in het begin, voor mij was het ook nieuw. Maar het is nu van oké, okay, je moet gewoon kritisch kijken naar dingen. Van oké, okay, gebruiken we de goede kwaliteit van verf? Uh, ja, we, we hebben gewoon allerlei lijsten van oké. Okay, we hebben Kamer X drie keer of vier keer gewoon geschilderd in 2016. Dat kan niet kloppen. Er <laughs> dus, <laughs> gaat iets mis. Ja, want ja, je hebt gewoon allerlei krassen aan koffers, maar dat is ook logisch. Van gasten. Dus ja, we hebben toen uh, de contactpersoon van onze verder bedrijf uitgenodigd. En hij zei van oké, okay, misschien moeten jullie kiezen voor optie B in plaats van optie A. En dat hebben we gedaan. Dat gaat nu ja. gewoon een stuk beter. Ja. Dus eigenlijk, ja, je moet gewoon kritisch kijken naar allerlei. ...dingen en gewoon dingen verbeteren. En we, net wat ik zei... wij gebruiken nu heel veel visual content... ...want dat werkt van het beste. Ik kan gewoon mensen... Kan ...het, het, is, het kan, kan weinig fout gaan. En hoe creëer je die visual content? Dus dat zijn gewoon filmpjes? Ja. En wie maakt u die? Um, ons team eigenlijk. Mm. Dus... Uh, dus f, f ...periodiek... Uh, ...dat is dat extra stukje onderhoud... Uh, ...maakt... Uh, bijvoorbeeld, Carlos, een filmpje van hoe wij uh, bedden elkaar moeten zetten. En daar gewoon even delen. Ja. Dus de bedoeling is dat... Maar met zijn smartphone? Of heeft hij dan echt even... Ja, oké. Okay. Dus het is niet zeg maar helemaal uh, dat je een videobedrijf gaat inhuren om uh, dat heel hoogwaardig allemaal op te nemen. Nee, want we vinden persoonlijk heel belangrijk. Dus het moet gewoon van ons komen. Oké, okay. ja. wat de bedoeling is, net zoals ik zei, allrounders zijn belangrijk. En als Carlos er niet is, dan moet ik denk ook het ook het, ook het kan hij moet het ook gewoon kunnen en so far is so het eigenlijk want ja alles is up to date alles is schoon. En de gasten zijn tevreden ja word je al benaderd door andere stokke -okay vestigingen van joh uh, nou kom lekker bij ons wij willen ook uh... ja want dat gebeurt en wij zijn ook uh, hoofdkantoor die uit van oké okay, we willen gewoon een, een standaard manier creëren om dat alles gewoon hetzelfde uh, strategie of manier van schoonmaken of van werken gewoon volgen. Dat is, uh, ik, uh, ze hebben me toen uitgenodigd van: oké, okay, hoe kunnen wij schoonmaken gewoon beter doen? Wat, wat moeten we veranderen? En, ja, dat hebben we, daar zijn we ook nu mee bezig. Nee, maar bijvoorbeeld heel veel hostels die gebruiken nog steeds water. Ik vind het gewoon, vind het gewoon zonde. Want ja, schoonmaken is nu het is echt zo, echt zo anders dan, dan, dan vijf jaar of zes jaar vroeger. Is geleden. We hebben, je hebt gewoon echt geen water meer nodig om schoon te maken. Is... Dan moet je even uitleggen, want dat, uh, ja. voor jou is dat logisch. Maar ik dacht van je pakt gewoon een emmer water erin, soppy, lekker uh, schoonmaken. Nee, nee, we hebben nu uh, de, de, ja, diversity, is on, onze supplier van, van schoonmaakmiddelen. En eigenlijk uh, water die heb je niet meer nodig. Want ja, je hebt gewoon een, een, een product nodig. Een, 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 een flacon. Een trigger, that's it. zit. Bijvoorbeeld, stel je voor dat een, een groep, vrijgezelle gasten gewoon zijn geweest in een kamer. Uh, je wil gewoon dat, dat je vloer gewoon lekker gaat ruiken. Dus je gaat de breakdown, uh, de breakdown power gebruiken in plaats van gewoon de JonTech 300. Het zijn gewoon twee verschillende, uh, verschillende producten. Maar je moet ook een beetje een soort kennis hebben van, oké, okay, wat doet elk product? Wat is de functie van elk product? Ja en ja, ja, iedere drie maanden hebben we een gesprek met onze diversity. Oké, okay, wat zijn jullie nieuwste producten? Wat, wat doen we goed? Wat kan beter? Een soort van een kritisch naar elkaar kijken. Van oké, okay, doen wij het goed? Kan het beter? Wat kan beter gaan? En zo kun je ook gewoon groeien. Ja, niet van oké, okay, we hebben de lijst overgenomen van een andere manager en die moet ik gewoon meedoen. Zo nee, ja. dus weet ik het niet. Continu verbeteren. Ja, gewoon blijven blijven evolve eigenlijk. Het is ja. nooit gewoon... stil. ...het is niet van oké, okay, dit is hoe wij doen... ...en zo moet het blijven. Nee, als... als uh, ...want op school ook... Gewoon ...heb je ook heel veel... Uh, heel veel uh, ...geleerd op trends en development. Mm -hmm. Dus voor iedere jaar heb je gewoon... ...een andere trend. En die moet je ook gewoon even... ...bijhouden. Van oké, okay, wat is de trend... ...van 2019, van 2020? Wat, wat, ja, wat, waar moet... ...onze focus liggen? Waar moeten ...we gewoon, uh, ja... ...waar zijn onze... Waar, waar kunnen we, ...wat kunnen we beter presteren? Ja, wat zijn trends waar je nu mee bezig bent? Details. Details maken echt gewoon een, een huge verschil. Gewoon de. Bijvoorbeeld bij, uh, bij FNB bijvoorbeeld de beverage moet alles gewoon naar de gast toe. Dus gewoon een kopje koffie, het uh, logo van, van, van een fles cola bijvoorbeeld. Dat, 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 dat doen we ook gewoon met schoonmaak. Met uh, de safe dispensers uh, staat dus alles terecht Bij de trekken. Gewoon. Um, Puntjes van, van, de, van de kussens. Alles moet perfect zijn. Hmm. De, de, ja, je, moet, je moet ook uitleggen van waarom doen we dit soort dingen Want oké, okay, we zeggen oké, okay, ik ben een gast. Hoe wil ik gewoon mijn kamer hebben? Het ja. moet gewoon tiptop top zijn. Dat is het eigenlijk. Waarom leg je de lat zo hoog? Nou, het komt misschien omdat ik bij, bij leuke hotels heb gewerkt. die ook gewoon serre-hotels zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Want ja, gasten gewoon. wij zijn ook niet te goed. Ja, we zijn, zijn geen. Budget hostel. Wij zijn gewoon leuke hostels met goede kwaliteit. Mm. En we willen gewoon de 8,9 of de 9 gewoon houden. En ik verwacht ook gewoon even, even met mijn mensen, van mijn team. En die kunnen, ja, wat, wat een ander kan, kunnen wij het ook. Ja. Wat EW of uh, Azito of andere bedrijf kunnen, kunnen wij het ook. Ja. En uh, wat gebeurt als jij drie maanden op vakantie gaat? Uh, dat is best lang. <laughs> Eigenlijk hetzelfde, want iedereen, ja, iedereen weet alles. Ja. Dus als ik er niet ben, en ik kijk bijvoorbeeld ook nu met uh, roosters maken, bestellingen doen, dat, doet ook, dat doen ook andere ja. mensen van het team. Want ja, wat ik kan, kunnen zij het ook. Ja. Maar zij leggen die lat ook zo hoog? Ja. ja. Dat is cultuur. Ja, bedrijfscultuur. Gewoon, ja, bedrijfscultuur. Ja. Hm. Je, je, je moet niet tevreden zijn met het is, het is een hostel, het is hm. oké. Okay. Nee, we zijn niet oké. Okay. We zijn gewoon goed genoeg. Ja. Kan een, uh, een facilitair team van een ander bedrijf iets van jullie leren, denk je? Ja, we hebben heel veel uh, soort intercourse uh, uh, training, trainingsprogramma's. Gewoon, heel veel mensen van andere hostels, gewoon die komen naar ons toe. Ja, vanuit andere C.O.K. -okay hostels. Nee, ja, andere -okay -hostels, yeah. van andere C.O.K. hostels. En die, die kijken ook mee hoe wij dingen doen. En we vinden het ook leuk om even gewoon onze, onze cultuur, even een soort kennisoverdracht aan andere hostels te geven. oké, okay, ja. dus zo doen wij dingen. Uh, dus het is, ja, het is leuk om, 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 om het mee te nemen. Van, ik, ik ben hartstikke tevreden met mijn team hoor. Ja. en we doen dingen gewoon hartstikke goed. Eigenlijk, en ja. het, kan, het, het kan natuurlijk beter, maar het is leuk om andere hostels te helpen. Want ja, het is gewoon je gaat naar stok. Okay. Het is als je als je een minder leuk beleving hebt, een stok okay X, dan zeg je van ja, stok okay is echt een niet zo leuk bedrijf, dus alles moet gewoon ja, alles moet gelijk zijn, alles moet ja. leuk zijn. Ja. Um. Als jij een stap mocht maken, een, een carrière stap, wat, wat zou je dan willen, willen worden? Of ben je daar nog niet mee bezig? Nee, ik ben. Ik, ik, ja, sinds kort gewoon. Uh, loop ik mee bij de receptie. Want ik vind, ook, ik vind de receptie ook interessant. Zeker voor straks. Voor een Rooms Division management. Maar ik wil ook gewoon richting. het algemene management. Zoals assistent of een hosten ja, manager. Dus eigenlijk uh, de stoel van Erik. Maar dan. Uh, over vijf jaar, ja, tien weet, jaar, wie weet, wie weet. <laughs> misschien wel, we zien wel. Wat, wat zou je? Te, uh, stel je bent uh, twintig jaar ouder, dus, uh, ja, 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 ja. En wat zou, je, als je, wat, wat zou de Naim van vijftig tegen jou zeggen nu? Als advies niet te gek doen. Ik wil gewoon alles doen, alles, ja, ik wil alles doen. En ik zeg oké, okay, het, het is genoeg vandaag. Maar ik wil gewoon alles pakken, alles doen. En dat, soms kan het niet. Dat heeft ook invloed. Ja, je kunt niet alles bereiken in zo'n korte tijd. Je moet af en toe gewoon geduld hebben. Dus ik denk dat als ik straks ouder word, dan word ik meer geduldig. En dan heb ik gewoon meer feeling voor de tijdmanagement. Van oké, okay, misschien moet ik even wachten. Of nu kan ik gewoon lekker ik gas geven. Maar voor nu ik wil gewoon, ik gewoon alles bereiken. Ik wil alles ja, doen. Gas geven, gas, de, gas geven. Ja, <laughs> ja, Ja, ja. <laughs> mooi. En hoe, um, hoe hou je je focus? gewoon lekker fit zijn, mentaal, maar ook gewoon fysiek. Hmm. Denk ik. Gewoon genieten, als ik hmm. niet in het werk ben, maar ook als ik ja, gewoon lekker fit zijn, uh, sporten, lol hebben met mijn collega's. Uh, het is toch een balans, denk ik, privé is ook heel belangrijk. Ja. Um, wat, ik, wat ik wel zie, en dat, uh, daar heb ik zelf ook wel eens last van, is dat omdat we zoveel opties en keuzes hebben, uh, kan je soms ook een beetje onrustig worden. Dat is eigenlijk wat jij net ook omschreef, van ja... Um, de, de, de naïm van 50 die zegt tegen de jongere naïm: van ja, doe nog maar rustig, weet je wel. Want het komt echt wel goed en je hoeft echt niet alles te doen. Maar wij leggen ook als samenleving de lat heel hoog, weet je wel. Je moet uh, een perfecte man zijn, je moet een goede vriend zijn, je moet een goede zoon, dochter, uh, whatever. Uh, je moet een carrière opbouwen, je moet nee. fit zijn, uh, drie talen spreken, Leuk. weet je wel. Je, je moet zoveel. Um, en dat kan ook heel onrustig maken. Ik weet niet of jij in je team wel eens daar gesprekken over hebt met mensen. Um, ik, ik ben het met je eens. Ja, bijvoorbeeld. Ik, je, soms. Ja, je merkt dat, dat, dat sommige teamleden gewoon. Die, zijn, die willen gewoon ook meer. Van oké. Okay, en ik van oké. Okay, Schoonmaak is, is leuk. Maar het is niet leuk voor 20 jaar of 30 jaar. Maar ik wil gewoon meer. Dus oké. Okay, hoe kun je mij helpen? Dus ja, oké. Okay, dan ga je gesprek met ze, van oké, okay, wat wil je extra? Oké, okay, ik wil gewoon receptie doen, of wil een doen, ik wil gewoon multitasker zijn, ik wil allrounder zijn. Kijk, ja, ik denk, dat je net wat je zei, je hebt gewoon zoveel keuzes, je hebt zoveel opties. Dan maakt het ook moeilijk om gewoon, uh, om gewoon stand still te blijven. Want je wil altijd gaan bewegen, je wil altijd verandering, en Daarom, uh, daarom is ook nu vijf jaar uh, op een werkplek is best lang eigenlijk. Mensen zijn altijd gewoon op zoek naar verandering. Gewoon naar adrenaline eigenlijk. Hmm. Want het is nooit genoeg. Dus je wil altijd meer. Er is, want je hebt gewoon zoveel concurrenties. Hè? Je hebt, ja. je bent niet, voor, misschien ben je vandaag de beste aan wat je doet. Maar misschien komt morgen een, een jonge, uh, fitter, leuke ja. Ja, gewoon ja. podcaster. En die, die, die krijgt ook heel veel engagement met het publiek. Dat is dan, je, wil, je wil niet je plek verliezen. Je wil altijd gewoon vooruit gaan. Want als je stilstaat, dan ga je achteruit. Zo, ja. Maar het is niet zo eigenlijk. Soms moet je gewoon tevreden zijn. Dat ja. is ja, moeilijk. Onze maatschappij. Ja. Mooi. Nou, we zit er lekker te filosoferen. <laughs> Ik zit even te denken of er onderwerpen zijn die voor facility managers ook nog extra interessant zijn. Heb jij ideeën? Het zou leuk zijn als je gewoon. Ja, nu, dat heb je nu vaak op LinkedIn: dat je gewoon een platform hebt waar facility managers gewoon een soort. Um, informaties gewoon delen met elkaar van oké okay, uh, want ja als je man, als je de managementfunctie bereikt dan denk je dat je gewoon perfect bent of goed bent dus je, je wordt een beetje dat stukje trots gewoon ja yeah. je mag ook gewoon kwetsbaar zijn van hé, hey, jongens um, ik heb uh, ik loop er tegenaan hoe kan ik dit oplossen of dat zie dat ik nog niet nog niet nee hmm. ik wil ook gewoon leren van andere hmm. managers die meer ervaring hebben die um, Heel veel dingen hebben meegemaakt. Uh, want dat is, dat vind ik ook gewoon. Dus ook stukje coaching, mentor. En uh, daar word je ook gewoon beter van, denk ik. Ja. Dat mis ik een beetje. Hm. Wat zou je leren, uh, willen leren dan? Ik wil nog me gewoon meer verdiepen in, in, in de bouwzakenwereld. Hm. Dat vind ik, dus, ja, dat is gewoon voor mij ook nieuws. Ja. Dus anders dan housekeeping. Dat, ja, daar ben ik ook niet mee bezig. En ik wil ook gewoon leren van oké. Okay, de receptie. Ik heb gewoon F&B gedaan voor ja, de Marriage. Maar ik wil gewoon meer alles wat ik wat ik wat ik kan leren, dat wil ik gewoon dat, wil ik, gewoon, dat wil ik gewoon doen. Wil ik gewoon Ja. ja. Je hebt het super eager uh, neem. Ja, ik vind <laughs> het gewoon <wel> leuk. Ja, het <laughs> is gewoon leuk. Je wil gewoon, je bent hongerig. Je wil gewoon ja. lekker uh, doorontwikkelen. Lekker knallen gewoon. Ja. 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 Cool. Wij, wij, wij um, bij eager people zijn we uh, een Facebook groep gestart. We hebben een Facebook groep die heet Facebook of de netwerk moet het goed zeggen. De Netwerkgroep facilitair op Facebook. Dus, okay. En de reden daarvoor is dat uh, op LinkedIn heb je ook allerlei groepen. Ja. Maar op een of andere manier werken die. In, in mijn beleving werken die niet zo goed. Okay. Terwijl op Facebook uh, werkt groepen veel beter. Dus we hebben de Facebookgroep uh, uh, netwerkgroep opgericht voor facilitair. Ja. De naam is niet geniaal, geef ik toe. Maar uh, hij is in ieder geval uh, lekker duidelijk. Ja. En daar zitten nu, denk ik, bijna 200 mensen in of zo. En dat Meis. kunnen er nog veel meer worden. En daar worden dus nu ook al vragen gepost. Van, hé, uh, hey, uh, ik ben op zoek naar een bepaalde uh, NEN-norm... voor een of andere kwaliteitsstandaard. Ja. Of, uh, ik heb meubilair over, wie is er nog op zoek naar teambureaus? Of, weet je wel, dat soort oproepjes. Maar ja. ook uh, mensen die op zoek zijn naar een stage. Dus daar kunnen mensen heel makkelijk met elkaar communiceren. En op LinkedIn zie je heel vaak inderdaad alleen maar de succesverhalen. Van, ah, we hebben nu eh, weer zo'n gave meeting gehad. Ja. En we, we, weet je wat, het is allemaal alleen maar positief. Branding, marketing, yeah. ja, 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 ja. terwijl ja. wat jij net zegt van, ja, de kwetsbare verhalen van... yo, ik, ik heb een probleem, ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Wie ja. kan mij helpen of wie wil meedenken? Dus wellicht dat die Facebookgroep interessant is. De netwerkgroep Facilitair op Facebook... Dacht, ik zeg hem nog één keer goed. En uh, een andere optie, uh, of wat, ik, uh, wat ik je aan kan bieden, is dat um, uh, ik een oproepje voor je doe. We hebben een, um, een uh, kopgroep Facilitair. Dat is een netwerk uh, van interim professionals. Ja. Dat zijn allemaal mensen die uh, uh, tussen de 5 en de 35 jaar ervaring hebben in het facilitaire werkveld. Ja. En als jij zegt: van nou, Ik zoek iemand die mij verder kan helpen op, uh, op die technische kant, dan kan ik een keer een oproepje doen bij ze. We hebben ook een, uh, een WhatsApp-groep en we hebben ook uh, bijeenkomsten. Ja. En dan zou je kunnen zeggen: vioe, uh, ik ben Naim, uh, dit is mijn uh, huidige rol. Ik wil uh, meer weten van: is er iemand die een keer met mij koffie wil drinken? Ja. Nou, je hebt een prachtige plek hier natuurlijk. Misschien kunnen we een keer hier met die netwerkgroepen uh, langskomen. Leuk, ja. Dat is ook. Uh, ja, kunnen ze meteen een, zien? Ja, een soort stage van jou. Ja. Dat gaan we doen, man. Koproep facilitair. Ja. Want uh, jullie verhuren dit ook naar buiten, denk ik. Ja, ja het is uh, in principe. Ja, ja de Glassroom is gewoon. Het is, het is online te, te, te boeken. Je hebt gewoon allerlei pakketten natuurlijk. Ja. Maar het is, het is leuk, ja. ja. Ik denk dat het tijd wordt om een lekker biertje te gaan drinken op deze vrijdagmiddag. Zeker. Ja. Al dan niet uh, alcoholvrij. Ja, we hebben wel lekker een uh, lekker IPA'tje, gewoon alcoholvrij. Ah. Ja, die is echt lekker. We doen even een drankje. Ja. En. Um, ja, ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, jij ja, ook. Was top. Het ging gewoon en, weer, het ging super snel, af. Uh, thanks. Ga lekker gewoon uh, borrelen. Yes, man. Bedankt en yes. tot de uh, volgende keer. Yes. Yo. Yo. En ja, hoor. Dat uh, was hem alweer. Dit interview met Naim Schaier... voor de podcast Facilitair. Heb je een leuk idee? Een onderwerp of een gast waarvan jij denkt dat die ook eens een keer in de podcast Facilitair zou moeten komen? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar podcast.eagerpeople.nl. Je mag het natuurlijk ook jezelf aandragen als je denkt: Hé, hey, ik heb uh, iets tofs te melden. Heb je andere tips, suggesties? Laat het ook horen. Wil je iets meer weten over Eager People en welke problemen we mogelijk voor jou zouden kunnen oplossen? Bijvoorbeeld uh, het uh, vervullen van een vacature waar je altijd mee worstelt, of het uh, uh, verzorgen van een training of inspiratietraject om. Jouw facilitaire team nieuwe energie te geven? Laat het ons weten. Want we denken graag met je bij eagerpeople.nl. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair.